Lisa, gekwalificeerd voor de finale op de 100 rugslag, zoals verwacht? Nou ja, ik hoopte het wel. Ik ging er volgens mij al vijfde in. En volgens mij kom ik al zesde uit of zo. Dus ja, ik ben er heel blij mee. Wat verwacht jij van vanmiddag? Ik had nu al een PR van een seconde. Dus ja, ik hoop nog harder natuurlijk. Maar als ik dit zwem, dan ben ik er ook wel hartstikke blij mee. Nou, ik wil vanmiddag wel een stukje harder, want ik denk ook dat ik nog sneller kan. Maar ja, uiteindelijk ben ik toch 400 meter zwemmer en ik merk echt dat het sowieso de rugslag mij moeilijker gaat. Maar ik denk wel dat ik nog een paar punten kan verbeteren vanmiddag. Lisette, tweede tijd in de series op de 100 vrij. Wat geeft dat voor gevoel? Ja, dat geeft een heel goed gevoel. Ik had niet verwacht dat ik als tweede de finale in zou gaan. Maar dat kan zeker nog wel een stukje harder vanavond, dus ik ben benieuwd. Finales zijn wel iets extra's. Hè. Je wordt wat extra opgepept en het is allemaal wat specialer. Dus wellicht zal het ook wel iets met mij doen. Ik denk dat vanavond ze zeker allemaal nog een stukje harder kunnen. Dus ja, het wordt nog spannend. Ik denk niet dat iedereen zich alles heeft laten zien. Dus wat gaat het spektakel geven? Ja, ik denk dat de eerste drie allemaal dicht bij elkaar gaan liggen. Tenminste, dat hoop ik. Achter mij. Nee, ja, dat zou achter mij liggen, hoop ik. Sowieso, ik denk dat de S8-klasse steeds scherper wordt. Hier is het wat dunner, zeg maar in de wereld gaat iedereen steeds sneller zwemmen. En daar ga ik in mee. En alle andere Nederlanders denk ik ook. Dus ik denk dat het een hartstikke leuke finale wordt vanmiddag. Vanmiddag worden de eerste Nederlandse medailles binnengehaald.